Concert. Toch is het ook een aanzet voor onze operette Der Graaf van Luxemburg uit 1909. Deze operette is geschreven door Frans Lehár. Het was een echt kassucces. Londen, New York en Wenen liepen storm. In 1930 volgde zelfs een verfilming. Het blijft een succesverhaal. De cadreinisten voeren deze operette voor jullie uit in maart 2014. Er staan 3 data vermeld in jullie boekje. Het worden er 4. Ook maandag is er een uitvoering. De regie is van Wouter de Kaluwe en de muzikale leiding en dirigent is Wim Dekker.